hulpwerkers. Dit is een zootje. Hier snel weg op. Een beetje een aparte week, aparte dagen, zullen we zeggen, kunnen zijn al apart. Apart. Maar het coronavirus in deze week. Heel erg heftig en allemaal nieuwe maatregelen genomen. Alles gaat dicht, landen gaan dicht. Bijvoorbeeld Noorwegen, waar ik heel veel in rij. 14 dagen, helemaal dicht voor toeristen. Weken zijn echt super rustig, zeg maar, relaxed. Ik weet het niet echt in Duitsland, ik heb niet heel erg van meegekregen of die nou een maatregel getroffen hebben. Ik heb er wel zin in, dus ik heb echt super veel zin in. Ik ben nooit in Polen geweest, mijn vader heeft heel veel Polen gereden, dus het is wel tof. Ja, ik ben thuis wel een keer in Polen geweest, maar toen was ik echt heel blij. Verorderen. Dan op de microwave maar even het werk doen. Okay. Toch nog geluk met de zuurkool. Nou. Je moeder is goed geregeld. Dus maar naar Stettin toe. Stettin. Ik hoor allemaal verhalen over de lange grenscontroles. Legale verhalen, horen verhalen. Dus. Die allemaal staat te wachten voor een kip als ik weet niet, maar stuur ik weer half elf parkeerplek drama in Duitsland. Vanaf hier gaan we de file krijgen. Ik had wel verwacht, alleen zat van achter de berg te kijken. Dan zag je aan de andere kant van de berg zeg je niks meer staan als het ware. Het zal mij benieuwen het gaan aanpakken, uitlopen. Op uitlopen. Ouderwetse taferelen dit. Links voorbij gaan, zegt hij. Oh, wel een beetje lullig eigenlijk. Ja. Ja, het is wel verleidelijk. Ja,
Ik ben benieuwd, dus nou ja, heel erg benieuwd. Ik weet ook niet hoe ver ik nou wil doorrijden eigenlijk, hoe ver mogelijk is. Want ja, er zijn wel een hoop gaten voorin liggen. Ook, maar ja, hoe ver is wijsheid? Het gaat zo meteen een beetje in de berg, laten we zeggen, een beetje op en neer, dus een heel beetje overzicht. Ja, dat is gewoon ook de eerste keer hier, dus ik vind het ook eigenlijk niet echt, maar ik vind het een beetje lullig om voorbij te rijden, maar. Aan de andere kant denk ik ook, als die mensen niet aanschuiven, een beetje een eigen probleem. Dan best dat je kwartiertje, maar een half uurtje dat wil krijgen, maar schuif dan even daarna weer aan. Ja, ik ben ook niet zo van, dat ze voorbij rijden, maar we zijn dan niet de enige. Oh, binnen die gaten ertussen vallen, ja. Mogen ze maar weer opvullen. Zo, twee uur verder. Bijna vooraan. Niet helemaal netjes gedaan. Wat helemaal voorbij gereden. De politie kwam op een gegeven moment ook langs. En vroeger waren we mee bezig waren, maar... Ja. Dat wist ik ook helemaal niet, dus... ik heb toch even gevraagd of we... aan de kant wilden zetten. Maar dat waren we toch wel bijna vooraan, dus wat dat betreft... hebben we gegokt en gewonnen, denk ik. Hoop ik. Ja, dat is niet normaal, joh. Niet normaal, want lange wachtrijden hier staan. En mag je eigenlijk niet eens klaar met twee uurtjes. Dus, ik was ook vanuit gegaan twee uurtjes. Het was gisteren heel stuk minder. En nou is hopen dat Duitsland morgen ook nog een keer de grens open houdt. Of overmorgen. Ligt helemaal niet terug gaan, want anders staan we weer zo lang. Ja. Ja, ik kan toch 4 uur los. Ik heb nu nog 1,5 uur speling. En ik zou eerst om 3,5 uur spelen. Dus ja, dat zet alweer genoeg eigenlijk. Ja, we zijn er bijna, dus schiet op. Dan krijgen we net dit van die gasten. Een heel formulier. Wat we het ding moeten invullen. Ja. Apart. Ik breng je aan mijn temperatuurmeter naar mij. Ah, ik zie hoe ik lopen. Ah, ik ben oké. Dus hier ergens, hoe is dat hier? Ik hier naar rechts moet. Oh, fijn. Wel lekker, dat is het draadje hier. Oh. Dat is fijn. Oh, wel een mooi adresje hier, ja. Dit kan niet allemaal dit hier. Ja, en nou? Goeie, goeie, de groeiende, joh. Helemaal, joh, dit. Kijk dit, zeg, joh. Dus dat was het eerste adres waar ik moest lossen. Uiteindelijk heb ik best wel geluk gehad, want ik was er 3:30 en om 4:00 ging de
misschien het losadres dicht, het verhuurbedrijf. Dus ja, ik heb echt geluk gehad. Ik had geen half uur laat moeten zijn. Het scheelt me ook gewoon even 320 kilometer, zeg maar 4 uurtjes. Want ik kan daar hierdoor nog even naar Gdansk rijden. Dus daar ben ik echt heel blij mee. De rest van de week loopt eigenlijk hartstikke goed. Helemaal nergens geen last van vertragingen meer. Onderweg gewoon kunnen douchen op een openbare parkeerplaats. Waar het echt super schoon sanitair was. Ik vond sowieso een daggedeelte eigenlijk een beetje in het midden. Zo langs Warschau, naar onder naar Krakau, die kant allemaal op. Was tof om gevoel minder met corona maatregelen. Je zag overal wel bordjes en dat soort dingen. Maar voor de rest, ja, en winkels waren wel dicht. Maar het viel maar mee. Dus zodra je in de buurt van Frankfurt-Oder kwam, dus meer de weer Duitse kant op, had ik toch al meer maatregelen gezien. En ja, dus afvalmaaltijden, wat totaal niet meer ding is. Het is best wel saai eigenlijk. Maar ja, het is een goed bedoeld iets. Ik had hier wel iets eten als je nog wil, maar er stonden ook geen files meer bij de Duitse vanaf Duitsland Polen in. Daar hebben ze ook zijn mee gestopt, wat op zich wel logisch was ook. Want ik sprak ook iemand die had bij Dresden in de buurt bijna 32 uur over gedaan om de grens over te komen. Wat natuurlijk echt van de zot is in deze tijd. En ook alleen voor een A4 blaadje in te vullen en te temperaturen. Ja, het is een lastige tijd. Het was een leuk ritje in Polen. Alleen hopelijk de volgende keer wat beter en dat ik wat meer restaurantjes kan eten. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye.